Mijn voorstel is het Europese toezicht op banken nu echt handen en voeten te geven. Tot nu toe is dat alleen maar beleid en doen de nationale toezichthouders het. Mijn voorstel is dat de Europese bankentoezichthouder ook rechtstreeks toezicht op de banken gaat houden. Naar mijn idee gaan we een verschuiving zien van de fiscale kant naar de bankaire kant. Dus we gaan echt nu een bankaire crisis krijgen in 2012. De banken zijn ondergecapitaliseerd. Ze hebben ook fundingproblemen. Nou, de Europese Centrale Bank helpt nu de bank uit de brand met faciliteiten tot 3 jaar. Dat is eigenlijk heel lang. Dus de funding wordt nu door de Europese Centrale Bank tegen goed collateral opgelost. Maar het gebrek aan kapitaal, waardoor er geen vertrouwen is in de banken, want omdat ze ondergecapitaliseerd zijn, kunnen ze niet van elkaar lenen. Dat is een heel groot probleem en dat moet nu heel hard aangepakt worden. En de banken hebben daar tot 2012, tot juli 2012, om extra kapitaal te zoeken. En dat is naar mijn mening, duurt dat eigenlijk te lang. Dat moet nu in januari, februari gebeuren. Dan kunnen de banken weer volop aan de slag. Als we dit laten doorsudderen, dan ben ik erg bang dat de banken ook hun balans gaan inkrimpen. En dat heet dan in een vakterm deleveraging. Dus gaan ze minder leningen aan de economie verstrekken, minder aan bedrijven, minder hypotheken, minder aan de overheid. En dan krijgen we echt een credit crunch, dat de kredietverlening een stuk naar beneden gaat en de economie een extra klap krijgt. Dus ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat die herkapitalisering die in december is geconcludeerd, er moet 115 miljard collectief bij de Europese banken, waarvan een heel klein bedrag in Nederland, 160 miljoen voor SNS Bank. Maar die 115 miljard, dat zit in Spanje, Italië, Griekenland, Duitsland, Frankrijk. Dat moet nu echt heel snel gebeuren, anders gaan we echt naar een slowdown. Alleen al, los van de rest van de economische crisis, alleen al vanwege gebrek aan bankkrediet. Wat voor ander beleid stel je voor? Nou, wat de ECB doet op Europees gebied met liquiditeitsverstrekken, dat is goed. Maar waar ander beleid nodig is, zowel bij de toezicht als het redden van de banken. Dat beleid gebeurt nu nationaal en landen beconcurreren elkaar. Zoals de Engelse toezichthouder aan de Engelse banken vraagt om een exposure op Frankrijk, Italië en Spanje te verminderen. Nou, dat werkt averechts. En ook de redding van banken. Dat gebeurt nu nationaal en dat zou ook Europees moeten gebeuren, zoals bij Fortis, dat wij Nederland en België gingen vechten, moet je Europees kijken. En bij zo'n beleid horen 2 nieuwe instellingen. De Europese bankautoriteit is er nu al, maar die doet nu alleen nog maar het beleid voor de toezichthouder, maar de uitvoering gebeurt nationaal. Die moeten ook de uitvoering doen voor de 50 grootste Europese banken, waaronder ING, ABN AMRO, Rabo. En die Resolution Authority op Europees niveau, die moet dus ook deze 50 grootste banken, als ze in moeilijkheden komen, in één keer Europees kunnen aanpakken.